no bad news. I got the frothing blues. Some rhythm bug crawling on me said, "Oh, wee Jimmy, you gotta let me in. With a dancing fever, right on time. You just can't resist. I bet you my very last dime. Ain't no bad news. He got the frothing of een tante, of... Allee, die dan een instrument speelt. En wat was dat vroeger? Accordeon of mondharmonica, gitaar? Was nog niet echt... ik spreek nu wel, als ik een jaar of 4 of 5 was. Hè. Dus, mijn onkel geeft me een mondharmonica. Dat was mijn fameuze Comet van de jaren 50. Dus, ik krijg een mondharmonica en ik kan daar... Het is misschien... overdreven om te zeggen, direct opspelen. Onmiddellijk. Een liedje, Stille Nacht of weet ik veel. Dus ik was zogezegd al een jaar of 6 zijnde. Onmiddellijk gelijk met muziek. Niet intens bezig, maar dat interesseerde mij totaal. Dus dan ging ik beginnen naar school te gaan, lagere school. Dan krijg je door een fanfareband die in die school was. Ik door direct bij. Met trompet. Kijk, en dat is een fotootje van... Dat is eigenlijk een van de eerste groepen waar ik bij heb gespeeld. En die noemde zich de Teenagers. Maar de Teenagers moet ik eens reus zijn. Die hier staan zijn geen Teenagers meer. Maar die moesten we erbij nemen. Kijk, ik sta hier. Daar ben ik met mijn maat, Raf. 14 jaar ben ik hier, zou het niet zijn, hè. Dus wanneer zijn we dan? 14 jaar? In 58, hè. En dan... Op een gegeven moment, dat was ook
ietsje later nog, maar nog voor 60, hè, voor 1960. Mijn pa die was, had een collega en die had een gitaar. Die mens had een gitaar, een schone gitaar. Ik heb ze, oh, allee, op foto, hè. En ik dacht, wauw, die mens heeft een gitaar, jong. Dat was voor mij dan op die moment het einde gewoon, hè. Een gitaar, jong. En die gast, die brengt die gitaar mee bij ons thuis, ik weet dat nog. Ik zei, ja, dat is mijn instrument en nu. Dan moet ik op beginnen. Dat is waarschijnlijk niet zo. Ah, gaat het. Dus ik ben hier, ik denk, een jaar of 17. Dat is de gitaar van die mens. En dat is mijn eerste foto dan, daarna, Little Jimmy. Ook met die gitaar nog. Heet het? Omdat ik nog geen had van mijn eigen. Are you lonesome tonight? Boletjes voor die kinders. Ah, kindertjes. Elle est folle de moi. Alors elle mélange avec du porno et tout. I love you. Quand le baromètre s'amuse à monter pour annoncer l'été et les vacances. Et on ne peut pas être triste comme ça, il faut passer des examens. C'est une longue formation. Une blanche, 1,20. Et un porto, 2. Voilà. Ja, dat zijn allemaal cd's van Don Croissant dan, hè. Don Croissant, zijn vinylke. De Tiger Tapes, opgenomen op Creta. Op de cd, Tiger Tapes, staat er een liedje Elava. Minimalistische, trage blues. Alleen Elava, 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 het is al. En dan dacht ik, godverdomme, ik zei, als we nu een keer van Elava zouden een techno-versie maken. Dus er komt een persoon, en die is toevallig ook mijn vriendin, hè, Lot. En die zegt, kijk jong, u een hit, we daar al zo lang over zitten zagen. Ik zal ervoor zorgen dat hem hebt. En vanaf die moment wordt Lot ook effectief manager van Little Jimmy. Elava. Hela, 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 hey. Kom op een persoon. Ik weet niet hoe lang ik ken, muzikant, een goede vriend. En van wie dat ik dacht, kijk, die persoon die kan daar van dat nummer Elaba een techno-versie maken. En zo is Balken aan het rollen gegaan en die techno-versie die is er dus gekomen. Elaba! Elaba! Wacht, ik hoor eerst mijn naam komen.
als je een hit wil scoren en dingen, dan moet er ook van alles bij komen, onder andere een videoclip. Dus mijn manager, Rod, die zorgt voor een videoclip. Dus we beginnen eraan. En, spijtig genoeg, maar het is zo, de videoclip die is nooit afgeraakt. En kort daarna heeft de manager ook afgehaakt. Dat is het vervelende met dat meisje. Maar, het zal me niet helpen. Seigneur, ouvre le cœur à ta parole. Op een gegeven moment, ik houd het clubhuis open hier bij ons, Cervé. En er komt een persoon binnen en die zegt, er ligt iemand in het water. Blijkt achteraf, die persoon die in het water is gevallen, dat was toevallig onze secretaris van de club, in het comité zittende. En die persoon is verdronken.
Ooit heeft er een keer iemand tegen mij gezegd van Jimmy, kijk jong, jij kunt verzuipen in een fles spouwwater. Dus het is niet moeilijk en ik denk dat dat klopt. Dus ik ben zodanig bang. Nochtans, als we naar de zee gaan en dat is al van kleins af, ik ga in het water in de zee tot aan mijn keel. Hè. Als ik daar nu toevallig in een putje zou stappen, onder mij, dan verzuip ik gewoon. Maar ik heb daar nooit bij stilgestaan, dus ik plons ook in een zwembad, zo in het zwembad zonder... Allee, maar ik kan niet zwemmen. Mijn toilet is plat, hè. N'oublie pas, expirer. C'est très important de expirer pendant que tu nages. L'inspiration n'est pas importante, mais expirer. Parce que si tu expires pas bien, c'est ça qui va te fatiguer. Moi je fais juste le soutien. Pousse bien tes jambes. Tes jambes dans l'eau. Laisse tes jambes dans l'eau. Laisse tes jambes dans l'eau. Voilà. Voilà. Pousse tes jambes. Ferme tes mains. Ferme tes mains. Oh. Je te tiens. Je sais. Tu dois essayer de garder tes jambes dans l'eau. Parce que si tu vas dans l'eau, tu es dans l'air, tu ne sais pas pousser. Tu dois garder tes jambes dans l'eau. Donc, tu ne dois pas être à plat, hein, dis. C'est pas important. Mais non, tu dois, en fait, hein, tes jambes doivent traîner dans l'eau. Tu sais très bien avancer comme ça, sans problème. Hein. À ton aise, hein, et garde tes jambes dans l'eau. Hein. Nager, expirer. Dat is mijn eerste orkest, Little Jimmy and the Robots. Toen had ik wel een gitaar, elektrisch zelfs. Dat is het begin eigenlijk van Little Jimmy. Zie je, enfin ja, je kunt het misschien toch wel zien. Ik had een micro gemonteerd op mijn gitaar. Zo met een soort beugel. Dus als je bedenkt, een micro die op een elektrische gitaar staat, waar je op aan het spelen bent, en je moet dan nog in die microfoon zingen, was dat een geluid infernaal gewoon. Gewoon niet, alleen niet om aan te horen. Dat floot en dat piepte langs alle kanten. En daarbij nog, die micro die sloeg af en toen ik naar beneden zo. Zup, die hing daar dan zo te bengelen. En moest dat weer vastzetten, die klem aanspannen en al. Maar eigenlijk, die groep, hè, dat is een soort van... Als ik daar achteraf aan zit te denken... Een beetje punk avant la lettre, maar lang, lang daarvoor. Hè. Dus te zeggen, mijn ideaal was optreden is de boel kapot lopen. Dus zoveel mogelijk microfoonstatieven omverstampen, kabels zodanig ver lopen dat een jack uit dat gat vliegt. Allee, zo allemaal van die dingen. Maar die dus meebrachten, dan de mensen gewoon de prijs uittrokken. Het is hier gedaan, zie ik, hè, voilà. Trap het maar af. Ten eerste, je kunt niet spelen. Trekt op niks gewoon. Trek gewoon. En het zal ook wel zo geweest zijn, zeg. Pas op, hè. Ik twijfel er niet aan. Attendez. Tu veux trop aller. Tu veux aller trop vite. Tu comprends? Tu veux aller trop vite. Tu sais que tu fais la même chose, hein. Lentement et tu restes en surface. Allez, attends, reste là, je vais un peu reculer. Je veux que tu fasses au moins 1m50 de plus. Voilà, tu pars de là. Si, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, je te dis. Viens, j'ai pied ici. Vas-y. Ah, les gens. Ferme, pousse avec tes bras. C'est déjà 1 mètre de plus, hein? Oui, hein. Ah. Oui, ineens... krijgen wij een contract aangeboden in 1962 aan de kust in Blankenbergen. 2 maanden aan een stuk spelen, 2 keer per dag. 'S namiddags van 3 tot 6 en 's avonds van 9 tot 12. In de Continental, op de dijk. En dan? Wie speelt er dan nog verder op de dijk? In de Belvedere, de Sharks. Zo heb ik ze eigenlijk leren kennen. Een exotisch orkest, kan u verzekeren, in die periode een aantal bruine mannetjes en die heel knap muziek speelde zo. Ja, ik ga er naartoe. En de tweede keer dat ik daar binnenkwam, zei ze tegen mij, ah Jimmy, ja, maar we kennen u wel. Weet je wat, kom een keer terug en doe een keer mee met ons. Ja jong, vanaf die moment ben ik... Ik zeg, kijk, ik ga hier mijn contract afwerken met de Robots en ik vervoeg de zaak, zeg. En nou werd het ineens Little Jimmy en de Sharks.
Dus dat is het singeltje van de Sharks. Opgenomen in midden jaren 60 in Brussel bij Cardinal Records, dat is een sublabel van Decca. Dans ma vie. Ici, le 24, je vais voir un petit peu. Je vais te salade, parce que les gens vont à la maison. Mais il n'est pas ici. Je vais pas dans le coma. Je vais trouver les salamandres dans les Ardennes, moi. Ouais, les salamandres, c'est mon animal préféré. C'est un reptile. Tu sais, les autres qui ont les serpents et tout, mais nous, on a fait les salamandres et pas le petit criton, hein. Comme on dit en Flomps, les steaks et la pâte que ça. Pas ceux-là, hein. Les vrais salamandres. Qui sont noirs avec tiger pecs. Comme Jimmy, quoi. Comme Jimmy, les tiger pecs. Fucking hell, quoi. Ah merde, alors, c'est pas vrai. C'est une grosse nuit. Quand j'étais gamin, quoi, dans les 70s, quoi. Quand j'avais mon chopper. Trois vitesses, vélo là, la petite roue devant avec frein à disque et tout. Ah oui, mais où est le technicien? Ben, le technicien, on va le trouver. Albert va venir. Albert le premier. Il est mort dans les tranchées. On va le trouver. Allez voir. On va aller voir un peu. Allez. God knows I love you. Tell her what I do. Dus zover zijn we dan. Dan gaan we weer op zoek naar andere mensen, naar andere producers, naar andere managers. En die, ja, die komen dan sporadisch opdagen. Dat is nu het eerste dat ik ervan hoor. Hè. Dat loopt niet meer mee doen. Oeh, oh. Als je dan niet bloed van onder je nagels, hè. Pakken bij je keel, hè. Pakken bij je keel. Dan ga ik straks naar Brussel en ik burg dat mens mee. Zo verder zoekende leer ik ineens iemand kennen, de Sisse. Hè? En we beginnen over dat te praten, over Elaba, gans dat project. En die persoon die zit daar volledig zitten. En allee, we gaan in zee samen. Allee, in zee allemaal een beetje hè? Tussen pot en pint, zal ik maar zeggen zo. We doen deze, dat is een project. Dat noemt Little Jimmy. En dat is poot 1. De videoclip poot 2. Het optreden poot 3. De single poot 4. De website. En dat we daar uit de afspraak van kijk jongens, dat beschouwen we. We houden ons rekeningen bij. Jij doet dat, ik doe dat. En dan natuurlijk. En dan zocht die persoon, de Sisse, een andere producer. Maar dat zat ons eigenlijk niet helemaal mee. Als je nog iets wilt scoren in onze naam, vooral ergens een beetje conscientieus zijn, dat er een wiet moet onderstaan en alleen. Zeg, ik wil een wiet maken. Ja. Ja. Dat is maar... Is dat voor plezier of zeg je echt van nee, je wil er echt iets van maken, van kijk, dan moet hier iets van opbrengen. Opbrengen? Dat zie ik direct, nee. En op mijn tablet. Zeg, ga weg, hè. Zie je, gaat passeren. Zeg, campo.
Vous êtes plus épuisé. Ah ouais, mais ça, c'est un manque d'exercice quand même. Hein. Ça, tu dois te rendre compte. Et ça, c'est bien qu'on fait ça. Comme ça, tu te rends compte que tu manques d'exercice. Dat is tune. En ik pik erop in met die gitaar. Bijvoorbeeld. Hey, kom, ik zeg nu maar iets. Hè. Gewoon. Ze zetten door die house beat op. Dat pakt over. En dan. Allee, ik heb er eigenlijk een idee over. Maar in samenspraak met die twee mannetjes ook wel, vind ik. Want, beetje jammer zo. Ja, want die weten er uiteindelijk 10.000 keren meer van dan ik. Oké, nou blijkt dus. Dat die muziek verdwenen is, dat we daar niet meer mee voor kunnen. Dus we moeten opnieuw. Dat is gewoon een jammerlijk effect, hè, zal ik maar zeggen. En die zei, ja, ik ben met een ander project bezig en ik heb die, hoe noemt dat, harde schijf of wat is dat? Ja. Nodig. Geheugen, hè. Dus zegt hij, alles is uitgevecht. Tom, ik vind toch meer dat ik aan denk, jong Fred, dat we dat toch niet hebben, hè? Want volgens mij konden die gasten er alle kanten mee uit, hè? Oh, ja, die plakken en knippen en ze doen niet liever. Ja. Eén cognac, ja. En dan de rest met zwets of met, bijvoorbeeld met dingen. Met water. Doe mij dat dan maar met zwets. Drink al gewoon. Dat is goed, hè? Ik weet eigenlijk wel min of meer nu uit een gevolgtrekkende uitgeen dat ik dat gedaan heb. Bij met een ander Nelaba. Ja. Dat ik weet wat er nu moet eigenlijk gebeuren om dat ding. Ja. Dus. Hitgevoelig te maken. Hitgevoelig te maken en dat dus. Dat de dansende jeugd erachter staat. Ja. Mijn idee is van. Er moeten wel flyertjes gedrukt worden. Mijn bedoeling is altijd. Ik zou het doen. Eerlijk gezegd, we doen het eigenlijk feitelijk allemaal binnenval. Voor de frim in de zin van, wauw. Je mag niet vergeten, op die moment moet je dat zien, ik heb dan één liedje te lanceren. Ja. Dat is één abba. Ja. Ik vind wel een klein beetje blues ervoor, hè. Maar dan zouden we toch moeten... We moeten nog over nadenken over die link. Die link, voilà. Het is dat wat ik wil bedoelen. Ik zou moet switchen. Die DJ, die switch, dat moet nog een gimmick of ja, dat moet nog iets zijn. Een bom die ontploft. Een greet die komt op dansen. Half naakt met een slang rond haar lijf. Jij moet improviseren. Op een bepaald moment kom jij gewoon terug met die gitaar. En jij plucht in. En volk uitnodigen. Die betaalt gewoon allemaal inkomst. Zeg. En drank, in theorie, moeten daar ook... Dat zal niet waardig zijn, hè. We moeten zien dat het dingen blijft de behouden van techno-blues. Hij wordt neergeschoten, professioneel. Ja. Dat bloed moet zo, met een special effect. En dan komt er een DJ op en die muziek en die begint dat bam, bam, bam. En daar moeten zo de dingen komen van Titi Twistigbaar. En een paar, die mobbeloom staat daar aan buiten. En jij moet zorgen dat er zo wat motto-gasten, vriend. Die komen in de club hier bij ons, he, die motards allemaal. He. Laat die allemaal komen en die krijgen allemaal een fles tequila als ze komen. De greten achter de disco, achter de toog, moeten veranderen in vampen met slangen rond in de nek. Maar er moet wel een beat achter zitten, hè. Want op dit moment sta ik alleen, hè. Die majoretten komen binnen, iemand... of een sigaar die ontploft en dat zo. Dat je, ah ja. Ik zou Little Jimmy ben nou eigenlijk zo in een kostuum zitten, knalgroen glitter. Als ik daar die avond. We doen het niet voor punten scheppen. Nee, voilà. Ik zou het niet. Je moet ergens die dingen krijgen. Die switch. Natuurlijk. En dan komen die majoretten binnen, dan moeten we zo even een cacophonie zijn, je raast de energie. Dus echt knal. Ja. Dat bloed sput eruit. En jij komt en dan komt die, dan moet wat verwarring zijn. En daarna kom je terug in een andere outfit, Little Jimmy. Met Elaba. Elaba. Of zelfs nog iets. Maar ja, ik vind deze nou simpel, maar zoiets moet het zijn. Zoiets moet zijn. Dat is heel groot. Drama, hè? Dat vind ik absoluut. Bad. Ik vind het afstekend.
Ça va aller, je t'inquiète pas. Je te tiens, je te tiens. Continue, je te tiens. Allez, debout. Precies en ik leggen een lange weg af op zoek naar een locatie voor de lancering van de hit. Dus we, dat is Jimmy, de kunstenaar, de man van Helaba. Ik heb hem zijn rekens gegeven. Wat is de bedoeling? Hij moet een hit scoren. Ik zocht eigenlijk verder. Ik vond in zekere zin dat die opname dat er niet genoeg was. Dat ik wou dat moest zijn. Het is te zeggen, techno eigenlijk. En dan, via een andere persoon, zijn we verder beginnen zoeken en... Eigenlijk niemand gevonden die geïnteresseerd was. Hè? Dat is ook niet zo. Je kunt wel mensen vinden, maar ze zijn niet altijd geïnteresseerd. Hè? En daarvan zitten we hier ook om dat nu te bespreken. En de Bert is dus altijd maar enthousiast, maar die vergeet u in te lichten. Ja, wat inderdaad, de Bert. Oh. Kijk, ik heb ook gezegd, ik heb het trouwens gisteren of eerst, maar in België mee, eerst denk ik. Ja. Bert, ja. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar het probleem is nu wel, ik ben met een project bezig, wat nu zo ontiegelijk veel tijd opslurpt bij mij in de studio, dat ik gewoon niet weet wanneer ik het moet doen. Want het idee staat niet alleen op het feest, ook het maken dus van het nummer en zo meer. Ja. En ik kan daar niet direct antwoord op geven van ik zal het er even snel tussen wimpelen. Wat je gemaakt had, vond ik eigenlijk tof. Dat is 19 hier. Maart 66. De machine. En de sax. Dat zijn de Stones, toen in het Sportpaleis te Brussel. En hier staan wij dus, hè. Dus het voorprogramma van de Stones, hier Little Jimmy en de Sharks. Tot laat in de jaren 60 zijn wij dan samengebleven. Die formules muzikaal zijn veranderd van rock, rhythm en blues naar soul music. Op den duur zijn daar blazers bijgekomen en een Hammond-orgel ook. En dan is dat zo stilletjes aan achteruit beginnen gaan. De boel valt uiteen. Hè. Dus wie bevindt er zich alleen? Ik, Little Jimmy. Ja, wat gaan we nu doen? Niks, hè. Ik heb ondertussen al... mijn oudste was geboren. Dus ik dacht, ja, ik ga nu wel een beetje jobjes doen, links en rechts. En muziek. Dacht, dat gaat ver gedaan zijn voor mij zeker. Totdat er een tip komt terug, die mens, die muzikant, Yves de Vriend. Zegt hij, ja, we gaan een plaatje opnemen met u. En dat werd dan Little Jimmy en de Rock'n'Roll High School. Daar zijn we 72, dus die een titel, dat heeft niks te maken met de Ramones. Dat is 10 jaar, bijna 15 jaar vroeger. Hè? Weet wel, Rock'n'Roll High School. Daar hebben we dan een beetje mee opgetreden en niet lang eigenlijk. Hij is ook uiteengevallen. En dan is het eigenlijk voor mij helemaal stilgevallen daarna. Ik dacht, ja, muziek uiteindelijk, voor mij is dat gedaan. Nu is het echt gedaan. Trouwens, ik heb al voorprogramma's van Stones, The Who, The Small Faces, The Kings, Manfred Mann, House and Bazaar. Ik dacht, ik heb het gehad. Het is goed. Het is goed geweest zo. We bite through bars down in the local jail. Just me and the devil walking hand in hand, looking for trouble, always raised and sane. Getiteld, noemt dat weer al. Noemt dat nu?
$5 in my alligator skin wallet. One, two, three, four. Comme tout à l'heure, j'avais l'ose que là. Allez, go! Dieu, faut mort sur ta chic, nom de Dieu! Va y arriver! Allez, go! Respire, ferme tes mains, pousse avec les jambes! Respire, ferme tes mains, pousse avec les jambes! Pousse avec les jambes! Nog een beetje, nog een meter! Et voilà, Pierre, tu l'as fait! C'est plus loin, c'est? J'ai l'ose ici maintenant. Tu sais déjà que. Tu connais les mouvements, tu sais. Tu vois que tu avances, hein. Oui. Mais c'est déjà beaucoup mieux que la fois passée. Ah oui. Ouf. Ah, c'est le jour et la nuit, hein. Non, tu verras. Weet je wel? Hey, Captain. Ja. Yeah. Hey, ah, je doet het. We moeten nog verder gaan met mijn contacten leggen, Christen van. Als dat wat meer vorm te krijgen. Sponsoring, tequila, bla, corona, weet ik wat allemaal. Zo'n gasten. Ah, oké. Okay. Je komt binnen en daar is dan een toog. En daarachter kun je een dansvloer komen. Dat is vrij klein. Maar als dat vol zit, is dat vol. En dan kun je buiten zitten, doe dat we een decor. Dat de mensen aankomen en zeggen van, wauw, wat is dat? Want dat moet je dus wel hebben. Je moet zo die dingen van die titi twisterbaar. Oh, dat is zoiets. Dat heb ik dus juist, ja. Ja. Te zien. Ja, dat is zo, dit is zo breed, ja. En die tetten die glooien zo op zo mee. Flasjes, ja. Bijna. Iedereen krijgt een gratis zoot die je binnenkomt. Dus dat kost geen toer. Roden en brillen. Roden en een Mexicaanse noodachtig. En brillen. Misschien, denk ik vanaf nee, het kwijt. Ik zeg dan dat hierop staat, hè. Ja, dat kan ook nog. Je kan ook nog die brillen ook. Het is volgens mij niet te bedoelen dat jij nu je blues optreden gaat doen en dat iedereen komt luisteren naar Jimmy. Nee, de bedoeling is van die helemaal te pushen. Hè? Ja, zeker. Uiteindelijk. Hè? Dat is de bedoeling. Hè? En mijn kracht, denk ik, ik kan sfeer maken. Dat weet ik. En de rest, dat is toch. De Cis en ik, wij zouden een locatie zoeken samen om dus Elaba te lanceren. Is niet zo simpel, is dat? Ja, nee. Wow. Als ik hier zo dan hier over. Ja, dat is het stalletje. Maar wij kwamen langs. Dat is een andere kant. De contactmens is. Prima. Je bent hier uit de brengen. Ja. Allez. Ferme bien tes mains et pousse avec les jambes. Hein? Ça va tout seul. Op een gegeven moment in het clubhuis doen we een weddenschap en zegt: jij zwemt het kanaal over. Oké, okay. Zwemt het kanaal over. Doe het maar. Wacht. Tu sais, maintenant, hein, moi, ça, je me sens motivé. Déjà beaucoup plus motivé que la semaine passée. Mais ça a bien travaillé dans ma tête pendant la semaine. Hein. Même la nuit, j'ai dit, allez, il faut que j'y vais, quoi. Pour ouais, que ouais. Allez, oh. Allez. Okay. Tot ziens. Tot ziens, chérie, merci. Maar dan was ik zo geleidelijk weer in de muziek en een beetje experimentele toestanden onder de naam China James en de Yellow Doll en al dat was dan weer met mijn madame. En dat ook, China James, Ghost Experimental.
En dan wel weer allemaal weliswaar schone liedjes. Maar misschien schone liedjes duren niet lang, ik weet het niet. En dacht ik in één keer, krijg ik het lumineus, absoluut fiasco uitdraaiend idee van een restaurant te beginnen. Te duizend Brussel. Nee, maar madame. Dus wat gingen wij doen? We gingen gans de boel platkloppen daar. Al dat restaurateur was, die ging er allemaal aan geloven. Want wij gingen de beste zijn en alles. Dat was ook vrij lekker eten. Alles op grill en dik veel. Grazinas grill. Noemende. Ah, kijk, dat is ook nog een schone foto van de Sahel. Ah, voilà. Dat is mijn restaurant. Met madame en ik op terras, 1984. Dat is een beetje een mislukking geworden, omdat mijn madame toen niet meer zo in vorm was met het uiteindelijke resultaat dat ze is overleden in 1989. En ik dan mij alleen bevond met mijn twee gasten. Dus dan was dat voor mij muziek ook niet echt op die moment interessant. Dan kwam er nog iemand anders op de proppen en dat was dan ook een vriend muzikant van mij, Toontje. Daar hebben we een opname mee gemaakt die dan eigenlijk meer benaderde hetgeen dat ik persoonlijk eigenlijk wou. En dat is min of meer gelukt. Met dus lopen. Kijk, als u lang meesleuren. Is dat dan zo, hè? Dat zijn ook dingen, maar dat als het live, als het dan nu live, dat er tussen smijt met die tong. Dat is wel zot, hè? Allee, als ze al niet zot zijn, natuurlijk. Dat we tot iets toch gekomen zijn, want op een moment, ik zag het niet goed. Godverdomme, dat gaat hier niet lukken, hè. Maar toch, dan kwam ik in ieder geval het idee van dat te zuchten, in plaats van dat zo in al zijn vormen te zingen. Een keer, Ebba, Ebba. Zijn niet gewoon, Ebba, een beetje je t'aime non plus, hè. Wie heb je ontzettend? En dan al die witte tafels stoels komen dan hier te staan. En dan zon! En hier op de bankbaan. En zon. Ik heb die, als ik hier geen agenda ging zien. Dus ik was dus weer gestopt met muziek en terug na het overlijden van mijn madame. Iemand anders tegengekomen, Lot. En ik zat waarschijnlijk tegen Lot altijd te zagen over wow, en dat is weer een dine groep en dat trekt op niks en die kunnen niet spelen en CMA en allemaal. Waarom? Omdat ik zelf niks deed. He, dat is zo, he. Je doet zelf niks, maar al de rest heb ik kritiek op. Dus en Lot zei tegen mij, wel jong,
als je het jij allemaal zo goed weet, waarom vliegt er dan zelf in, hè? En zo is het dan eigenlijk mede te danken aan Lot dat ik terug ben begonnen. Dus niet meer onder de naam Little Jimmy, maar dan Don Croissant. Don Croissant Trio. Vanaf 1993 of 94 wil er vanaf zijn. En dat is het dan geworden tot nu toe. Met dat verschil dat trio is weggevallen en dat ik nu eigenlijk solo bezig ben. Het idee was van de Sisse om dat dus voor Elaba te lanceren op het terras van de Fakebar. Als het prachtig weer is, niks aan gelegen, dan zit er stampvol. Elaba wordt gelanceerd op het terras van de Fakebar. Het ziet er niet echt weerachtig uit. Weet jij in iemand zitten die een kammetje zou hebben of een borstelje of die verder van mijn naam goed te leggen? We gingen normaal op het terras spelen, maar het was zo bijtend koud en het regende dat het binnen moest gebeuren. Dat er eigenlijk geen kat is op afgekomen. Elaba werd helaas geen hit. Dat was geen kat. Nee, dat optreden van Jimmy was niet goed gelukt. Ik weet niet hoe dat kwam eigenlijk. En een beetje de dingen van deze tijd, het probleem van deze tijd, is dat mensen, om die naar buiten te krijgen van het evenement, moet er waanzinnig reclame voor gemaakt worden. En nog eens, en nog eens, en nog eens, hier dat de mensen echt naar iets komen. Dat gaat over alle generaties, dat gaat over elke leeftijd. Dus dat is een fucking 17 of 18-jarige die stond te springen om elke avond buiten te gaan, die krijgen je niet meer uit hun pot. Ze moeten nog verder aan het weten, er gaat zoveel volk zijn. Er gaat zoveel ambiance in. Het is in ieder geval een jeugd, die DJ, bla bla. En Jimmy is een ding laten doen en hij is ook maar aan het proberen om andere dingen te doen. Une fois et puis basta. Mais il va pas trop vite pour boire.
Santé, paramé. Si, santé. Ja, santé, ja. Un grand merci, c'est hey, merci. 80 mètres. Pas vite, pas vite. C'est déjà beau, hein. Condition nulle. Some rhythm bug crawling on me. Said, oh, wee Jimmy, you gotta let me in. Infect you with a dancing fever right on time. You just can't resist, I bet you my very last dime. Bon set quoi. Moi je veux dire que c'était un très très bon set, très simple, sans exagération totale. Les gens n'étaient pas là pour savoir ce que c'était vraiment, mais il y a des gens quelque part qui ont quand même apprécié le bon set. Et maintenant je retrouve Jimmy. Ben Jimmy, tu as été très grand ce soir. Moi j'ai adoré. Moi j'ai aimé. C'est la fin et. Moi je suis là pour ça. Hein. J'ai aimé. J'ai aimé, j'ai trouvé ça très bon. Moi j'ai trouvé ce concert ce soir, c'était intimiste, où des gens ignares qui ne connaissent rien au rock'n'roll et évidemment au blues de Saucy Sera. Et c'était super. Je te dis là, Saucy Sera. Il a quand même initié les gens. Parce que moi j'entendais, super, il joue du blues comme de la mort. Et c'est la vérité, quoi. C'est la vérité qui tue pire que la mort. Parce que il faut savoir une chose, dans l'obscurité de mes jours et dans la clarté de mes nuits, j'ai vu ce concert qui est fabuleux. Et voilà, et moi je me suis bien amusé. Et le reste, je m'en fous. Et les gens qui étaient près de moi ont adoré. Donc voilà.